Just push it that revenge will come. We ain't gonna drop the ball. Oh, Mr. Taliban, turn off the Bin Laden. Airplane, come, we gonna drop the bomb. Hey, we said 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 hey, yo. Christmas on a cake at your door. We drop bombs and we come for more. Hey, Mr. Taliban, turn off the Bin Laden. Oh, we come, we gonna bomb by your home. Ja, nou we hebben podcast. Ga je het nou hier of toch wel? Want dan moet ik toch even met knop laten pakken. Ja, zo gaan drinken. Ja, hey. Luister. Kijk, luister, we gaan allemaal over. Luister, weet je wat hebben? George motherfucking Bush. Zijn ouders lagen wakker van de dag dat hij tot president gekozen wordt. Geloof me. Het is een asshole, het is een echt. Luister, George W. Bush. Weet je wie er nou dadelijk komt, hè? Jongens, ik spijt me. Het zijn de Chinezen. Ik ben niet voor niks naar China aan het verhuizen. Nee, ik ben niet voor niks naar China aan het verhuizen. Weet je waarom? Omdat ik alleen maar aan mezelf denk en de economie ligt daar. Klaar. En George W. Bush, luister, ik heb het Oostblok gezien. Boom. Weg. Luister, wie was Boris Yeltsin? Sorry, met 4,8 promiel verhalen vertellen. Ja, dat kan ik ook. Nee, ik kan nog. Ik zit denk net aan 2,8. Weet je? Maar Boris Yeltsin heeft de trend gezet. Ja, oké, hij werd niet meer serieus genomen. Neem we Fidel Castro nog serieus. Laten we het hebben over Daisy Bout. Ik ken het niet. Oh. Ja, luister, ik heb daar heerlijke vakanties gehad. Luister, ik denk ook aan Willy hier. En luister, die kwam daar tot z'n recht hoor. Wil je niet weten? Dan wil je niet weten wat jij in Cuba met een euro kunt doen. Hey, ik ga het eerlijk in, heb het over je geen film. Ga naartoe. Luister, waar we nou mee bezig zijn is. Ja, luister, dit is echt heel relevant. Het is echt heel relevant. Ik ben bezig met. Oh, wacht even, ik ga toch op de telefoon. Oh, maar dat is duidelijk, maar dan gaat het over klaar. Ik weet niet anders. Ja! Met laat het zo zeggen, ik heb mijn eer aangedaan. Ik word nou gefilmd op, even kijken, zeg maar, door een professionele student. En ik ben onderweg naar jou en ik had beloofd nuchter niet achter het stuur te stappen. Nou ja, goed, nuchter ben ik sowieso niet, dus ik zie de trein. Nou ja, goed, ik ben op weg naar Apeldoorn. Ja, ik ben even mijn verhaal af aan het steken. Ik was net gebleven bij Hemis Taliban Turn over Bin Laden. Dus dan wil je al niks meer horen. Dan wil je al niks meer horen, hè? Oké, maar luister. Ik ga het even hebben over China. Ik bel zo terug. Ik bel zo terug, schat. Mag het? Oké, schatje, ik bel zo terug. Luister, waar wij heen gaan is hoeveel schuld denken jullie dat de Amerikanen hebben bij China? Nou, dat mag je heel even, want ik kan mijn computer er wel bij pakken. Maar hoeveel schuld denk jij dat de Amerikanen hebben bij China? Wat hebben Chinezen altijd gezegd is wij pakken de vijand van binnenuit. Wie zat er als eerste in China? Meneer Cactus! Ken je nog? Ja, zo is het wel! Nee, luister! Meneer Cactus! Je kent hem nog, hè? Je kent hem nog, hè? Ja. Hoe ging hij ook mee? Hoe ging hij ook mee? Nee, ik wil hij. Kom op, je kent hem of je kent hem niet? Ja, dat ken ik niet. Oké, nou, meneer Cactus ging van. Nou, weet je welke ik. Mijn meneer Cactus is. Rakkers! Ik stond bij Wipneus en Pim, helemaal eraf, vet onder de kokende actie. Ik stond daar
En wie kwam er op? Ome Willem. Nee, mijn generatie. En rakkers, wat zijn jullie groot geworden? En we zeggen nog, deze vuist op. Deze vuist. Deze vuist op. Deze vuist. Want zo klim ik naar boven. Nou ja, goed, dat was oma Willem. Wim Neus en Pim. 40.000 man. Helemaal kort. Gaan voor oma Willem. En daar gaan we voor. Kijk, dat is jeugdsentiment. Meneer Cactus. Desalniettemin heeft toch zijn pijlen vergooid op Azië en hij heeft gelijk. Is je van een koude kermis gestorven? Dat is jullie zaak. Zoek dat maar uit. Ik weet het. Ik ga ook naar China. En luister, dat George Bush, laten we het zo zeggen. Nou oké, kijk, we hebben een heel klein broeikaseffectje op te lossen. Waar ik daar me zorgen over maak, is vervolgens dat ik niet zozeer bang ben dat het klimaat... laten we zo zeggen, ik ben niet zo bang voor de zee. Ik ben bang voor de rivieren die gaan overstromen. Dat gaat gebeuren. En dat kun je van mij aannemen. Hé, ik sta erbij, ik zeg het je nu. Ik ben een profeet. Ik heet geen Mohammed. Ik heet Jeroen de Vries. Ja? En ik zou je zeggen... Luister, het is gaat gebeuren. Luister. Wat zegt u? Wat zegt u? Wat zegt u? Internet. Nou ja, goed. Denk je dat het een commerciële optie is? Dan moeten we er zeker over nadenken.